never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Vandaag ga ik het met jullie hebben over water zoeken. Ik ga zelf het water niet in, want dat doen hun voor mij. Is water zoeken? Wat doe je met water zoeken? En waarom wordt het steeds populairder? Niet alleen omdat het warmer wordt vanwege de zomer, maar ook omdat steeds meer metaaldetectors waterdicht zijn. Niet spatwaterdicht, maar echt waterdicht. En andere technieken zoals waadpakken, brillen, onderwaterscanners en zelfs duikapparatuur wordt steeds betaalbaarder en steeds beter. Vandaag ga ik een kijkje nemen bij de jongens. Hoe zij dat doen, wat ze gebruiken. En ik hoop dat ze wat leuks vinden. Hey, wat heb je zoal nodig als je het water ingaat? Het is toch een beetje anders dan normaal metaaldetecten. Ja, compleet anders. Het is niet eens te vergelijken eigenlijk. Nee, je hebt de metaaldetector die gebruik je, dat is hetzelfde. Ja. Met een kleine kanttekening, hij moet natuurlijk waterdicht zijn. Dat helpt wel, ja. Anders doe je het één keer en daarna nooit meer. Nee. Maar, wat heb je nodig? Een dikke huid? Een dikke huid, ja, maar die heb je aan. Of een waadpak. Een waadpak. Zomers zou het niet hoeven, maar het is wel fijn. Nee, ja, precies. Goede schoenen, kapotte blikjes en zo. Nou, dat wil je echt niet in gaan staan. Dus dikke zolen. Ja, goede schoenen. Ja, tegen alle vervuiling op de bodem. Juist. De metaaldetector. Ja, ik heb mijn Max mee. Die is waterdicht van zichzelf, maar de koptelefoon niet. Dus daar heb je deze voor. Dit is een waterdichte. Deze is toevallig ook van Gerrit. Is niet... Hoort erbij. Ja, nee, snap ik. De Pulse Dive? Ja, is een mooi handzaam ding. Kan je deze er ook nog afhalen en er gewoon een pinpoint erop zetten voor op het land. Nog nooit geprobeerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Maar in het water is deze ideaal. Je hebt ook een grotere schotel ervoor. Deze doet alles wat hij moet doen. En die sweep je dus over de grond heen, als een metaaldetector? Ja, met een gewone snorkel of een gezichtsmasker. Schuif je met je buik over de vloer en ga je zo heen en weer als een normale metaaldetector. Ja. En als die wat piept, dan ga je met je hand sweepen. Of, precies, je sweept het zand weg. Ja want echt een pinpointer heeft niet zo heel veel zin. Niet echt, nee. Hier pak je meer mee. Nou is dit gewoon een simpel plastic, die heb je ook in het metaal. Maar dan heb je weer de kans dat hij zegt, oh wat een mooie schep. Ja. En met een plastic niet. Snap ik. Dan gebruik je die andere schep. Ja, het ziet er totaal anders uit dan een normale schep. Ja, het idee erachter. Ook, het gedraagt zich ook compleet anders. Maar nu moet ik dat een beetje warm, mensen, sorry. Normaal ben je met je schep, je pinpoint hem, je zet je schep in de grond, kluit je om. Ja. Hierbij zet je hem recht achter je schotel. Je zorgt dat je hem goed vast hebt. Je zet je voet erop. Ik kan het op het gras uiteraard niet voordoen. Maar dan duw je hem het zand in. Dan kantel je hem. En je zwiert hem leeg in het water. En, ja, daar zijn die gaatjes dus ook voor. Je vondst ligt er dan in. En dan blijft je vondst blijft achter. Ja. Mits het kleiner is dan het gaatje. Iets groter, ja, dan het gaatje. Een goede waterzoektas. Ja. En dat zit hem in het feit dat het water eruit kan. Ja. Nou. Dan ben je compleet. Ik denk het haast wel. Ja, ja. Zwemdiploma is ook handig. Ja. Mocht je nou echt professioneel te werk gaan en je wil echt als een soort duiken, als een soort kikvorst het water in. Nou, hier hebben we toch echt wel een voorbeeld van een kikvorst. Ik kocht die touw. Jij zoekt echt met een... Wat gebeurt daar? Ja, dat is lucht. Jij zoekt echt met een Nemo, dat is een soort mobiel duiksysteem. Ja. Dus niet echt met perslucht, maar hij genereert lucht waar jij door kan ademen, zodat je lang beneden kan blijven. Ja. En dat scheelt gewoon een hoop heen en weer gaan. Ja. Zoek je dan met een metaaldetector of zoek je... Ik ga nu met een metaaldetector proberen, met de Legend. Ja. En ook omdat ik de Pulse Dive vergeten ben. Maar jij maakt je metaaldetector wel korter. Ja, ik maak hem kort. Ja, dus dat je zelf laag bij de grond blijft en dan sweepen. Zo is gewoon. Ja. Ja. En dat doen jullie met z'n tweeën? Ja. Houden jullie elkaar in de gaten? Want ja, tuurlijk. Ik begrijp dat het
hartstikke leuk is, maar dat kan natuurlijk ook spannend of gevaarlijk zijn. Ja, zitten er gevaren aan voor? Ja, natuurlijk. Je kan vastraken aan een visdraad of weet ik veel wat. Ik heb ook een mes bij me. Ja. Ik ga nu eerst mijn loop testen hoor, maar die doe je dan zeg maar hierom. Even kijken hoor. Ja. En we hebben ook een schaar mee. Ja. Dat is ook wel een handige tip, want een mes is natuurlijk best wel scherp als je missteekt. Ja. Dus ik heb dan zo'n verbandschaar die een beetje krom loopt. Het is hartstikke leuk, maar het is niet verstandig om per direct dit te gaan doen. Je kan beter eerst... Ja, weet je, als je geen duikervaring hebt of snorkelervaring en je wordt niet goed voorgelicht qua hoeveel lood. Weet je, het ligt aan of je een 3 mm pak aan hebt. Je eigen gewicht, of je 7 mm pak aan hebt, handschoenen, duiksokjes of vliezen. Het is niet aan te raden, denk ik, met duikschoenen, want als je wel naar boven wil, dan heb je geen vaart. Dus ik heb kort flippers. Ja, ik zie ze. Duiksokjes voor lekker warme voeten. Ja. Ja, nou en dan gaan we te water. Ja, ik ga in ieder geval mijn lood even testen, want ik moet eerst zinken, wil ik op de bodem kunnen. Ja. Maar ik moet niet te veel lood om hebben, want dan kom ik niet meer boven. Nee. Nou is het gelukkig een goed stukje om te testen, want je kan hier staan. Ja, daarom. Dus mocht je niet meer omhoog komen, kan je in ieder geval nog opstaan. Ja. Dus dat is wel ideaal. Maar komt goed. Ik hoop dat jullie een hoop gaan vinden. Oh, ik vind het sowieso wel leuk om dit te doen. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So and then is it an ene raak? Wat zit erin? Ja, muntje. Ben je blij? Na zoveel werk. Nou, weet je wat het is? Als je... Oh, het is 20 cent. Als je na 40 40 keer rotzooi er eigenlijk een muntje uithaalt, is dat toch leuk. Is leuk, hè? Na heel veel afstellen met loodje erop, loodje eraf, heeft Manuela de draai gevonden. Ze zinkt. En dat schijnt de bedoeling te zijn. Je moet zinken, maar je moet wel ook nog omhoog kunnen komen. Dat is de balans, maar ik dit zie de lachen. Dit is vet, hè? Gaan we zo als een paling zo. Als een paling. Manuela de aal. De bodem. Nou, dit is dan het. Mag je wel uitkijken, want de palingboer zit hier nog geen 300 meter verderop, hè? Ja, die denkt lekker een dikke vette paling. Voordat je het weet word je gerookt. En dan, na veel gaatjes... Kijk, Wat heb je? Ik heb een ring. Nee! Ik heb hem er nog niet eens uitgehaald. Dat is echt een ring. Kom even deze kant op gelopen. Want ik kan niet naar jou. Het is echt een ring. Het is echt een ring. Het is echt een ring. Je mooie. Ja, RVA is mooi. Kijk. Mooie. Oh. Dieper. Ja, ik krijg er helemaal warm van, hè? Ja. Ik zet je even neer, zo. Zien jullie hem? Nee. Ja, ik zie hem. Maar ik denk op camera niet. Nee, ik. Dat is echt een vette ring, hè? Dit is een titanium ring. Ik denk niet eens dat het een goedkoop is. Hoe blij ben je? Ja, schaal 1 op 5? 1 op 5, 9. Kijk, en hij past. Ja, met handschoen. Ja, het is wel echt een herenring. Ah, vet zeg. Nou, dit was hem weer. Een kijkje in de wereld van het water zoeken. Met Ed. Met de hele boel. Kijk, toe. Echt niet. Dit was hem weer. Video van de Toy Soldier over water zoeken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie
Ed, kom er even bij. Ed wil zoveel aandacht. Ed, wil je even een shout-out doen? Nou, dit was dan. Wat zoeken met Koosholder. En natuurlijk, Jascha. Hallo, Erik. Elko, met Robijn. Vond je dat leuk? Doe even een duimpje. Shout-out naar Detectorist. Neem even een kijkje bij Detectorist. Hartstikke leuk. Wonnen. Totaal. Helemaal alles is welkom. Totaal alles. Alles. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.